Wat je hier ziet is een hele eenvoudige Joomla-website. En ik wil uh, van de pagina's van deze website ANP-varianten van maken. Dus Accelerated Mobile Pages-varianten uh, van pagina's van deze website. Alleen ik hoef dat niet voor elke pagina te doen. He, mijn homepagina, uh, nou die is wat statisch. Uh, dat mag best gewoon een uh, pagina blijven. Er hoeft geen ANP-variant van te komen. Uh, zou ik een contactpagina op mijn website hebben, dan zou ik daar ook geen ANP-variant van maken. Maar als je kijkt naar deze website, ik heb hier een blog staan en op veel websites is het blog uh, toch wel het kloppende hart van de website. Daar bevindt zich uh, de ruggengraat van je content, dus van je websiteinhoud. En het is wel handig als mensen uh, op mobiele apparaten heel snel jouw blogartikelen zouden kunnen openen. Dus van mijn blogartikelen wil ik graag A en P varianten maken. Nou, Joomla bevat standaard geen ondersteuning voor het maken van A en P pagina's, maar er is wel een plugin voor die dat wel kan. En die plugin vind je op de website webler.com. En deze aanbieden die meerdere Joomla-extensies op het gebied van zoekmachine optimalisatie, dus SEO. En een van de uh, plugins die ze aanbieden is de uh, WBAMP-plugin, waarmee je dus AMP-pagina's kunt maken van je Joomla-website-artikelen. Nou, als je naar products gaat, dan zie je daar de link WBAMP. Ik zal deze openen. En je kunt deze plugin in twee varianten. Uh, downloaden. Een betaalde variant en die kost iets van 44 euro dacht ik en een gratis variant. En we gaan nu uit van de gratis variant. De gratis variant heeft minder mogelijkheden, minder opties dan de betaalde variant maar je kunt wel A en P pagina's maken van je Joomla! website artikelen bijvoorbeeld. Nou, ik klik hier op download free community version en dan kom je op deze pagina uit. Ik klik op de knop I agree download en dan kan ik de plugin, wat een zipbestand is, kan ik opslaan. Nou, ik heb deze plugin inmiddels opgeslagen op mijn pc en ik kan die dus nu in mijn beheeromgeving van mijn Joomla! website gaan installeren via extensies beheren. Via de knop bladeren kan ik het zipbestand openen en dat zal ik even doen. En je ziet ik heb nu de zip geselecteerd, hè? plg wb a met de versie-community.zip en daarna Klik ik op uploaden en installeren en zal de plugin geïnstalleerd worden in mijn Joomla website. Wanneer de plugin geïnstalleerd is, kan ik hier meteen naar Access WBAmp plugin setup gaan. Ik kan ook gaan via Extensies, Plugins. En in mijn pluginbeheersscherm zoek ik dan op AMP. En dan vind je twee plugins. Je vindt deze, Com underscore Content WBAmp Support. Nou, deze plugin moet aanstaan, maar je kunt in deze plugin verder niks instellen. De andere plugin is deze, de WB AMP plugin, die staat ook op Moodle aanstaan en hier kun je zaken in instellen. Dus ik open deze plugin. Nou, op de eerste tab, tab plugin uh, zie je hoe um, amp pagina's uh, te openen zijn op je website. He, als je een voorbeeldpagina hier ziet, een voorbeeldpagina, dan zou de URL van de AMP versie een voorbeeldpagina slash ANP zijn. Dan heb je een, uh, een suffix, dus een HTML extensie achter je website pagina's dan zou het, uh, de AMP-pagina uh, dezelfde URL zijn, alleen dan.amp.html. Je zou ook nog een ander AMP-achtervoegsel kunnen gebruiken in plaats van AMP, iets anders, maar ik stel voor dat je deze gewoon op AMP laat staan. En dan kun je gaan naar de tab Selecteer Pagina's. En hier kun je aangeven voor welke pagina's op je website een AMP-variant gemaakt moet worden. Nou, Hier bij Item ID kun je heel exact aangeven welke items, dus de ID's van artikelen. Uh, je wilt gebruiken, maar ik vul hier gewoon een sterretje in, want in principe mag van elk item ID een AMP-pagina aangemaakt worden. Nou, ik wil uh, een artikelen, daarvan wil ik een AMP-variant maken of een AMP-variant, dus bij aanblikken uh, zet ik hier neer Article, want daar staat er al, maar dat laat ik gewoon staan. De optie Taak laat ik leeg en ik kan dan aangeven van welke categorieën ik dus uh, AMP, of van welke artikelen in welke categorieën ik AMP-of AMP-varianten wil maken. Ik klik op het veld en ik selecteer hier alleen de categorie waarin artikelen zitten, dus uh, waar ik A en P varianten van wil maken. En In mijn geval is dat mijn categorie Blog. Dan kan ik de artikel-ID's nog opgeven. Stel je voor dat ik uit mijn categorie Blog alleen specifieke uh, artikelen um, uh, daarvan een A en P variant wil laten maken. Dan kan ik de ID's hier uh, gescheiden van elkaar met een komma invullen. En stel je voor dat ik. Uh, Vijf artikelen heb met de ID's 1, 2, 3, 4 en 5, en ik wil alleen de artikelen 1, 3 en 5, uh, daarvan wil ik alleen AMP- of AMP-varianten maken, dan vul ik in 1,3,5. Maar wat ik nu doe is een sterretje invullen, want ik wil dat alle artikelen uit de categorie blog, uh, de daarvan AMP-varianten gemaakt worden. En dan klik ik op opslaan, en dan is het eigenlijk al uh, geregeld dat van mijn blog-artikelen AMP-varianten gemaakt worden. Nou, wanneer je verder naar beneden gaat, dan kun je meer regels zetten. He, standaard wordt het uh, content component van Joomla gebruikt, waarin zich dus de artikelen bevinden. Maar stel je voor dat ik uh, naast mijn artikelen uit de categorie blog nog iets anders wil, dan zou ik hier nog een ander component kunnen kiezen. He, stel je voor dat ik ook uh, uit de banners, uh, het banners component een aantal items uh, zou willen laten transformeren naar p varianten. Dan zou ik hier dat uh, component kunnen kiezen, Combanners. banners, en dan zou ik uh, hier dus de zaken kunnen invullen zodat ik mijn banners uh, worden voorzien van een AMP-variant. Ik doe dat verder niet, maar je zou dus hier ook van andere componenten, of van de Joomla! Content component, nog extra regels kunnen maken. En je kunt in totaal vijf regels maken in deze gratis versie van deze plugin. Dus je kunt van vijf verschillende componenten kun je aangeven dat er AMP-varianten van gemaakt moeten worden. Ik doe dat verder niet, ik hou het alleen bij de Joomla! van Joomla content component en ik wil dus heel specifiek van mijn artikelen uit mijn categorie blog uh, AMP varianten maken. Nou ik klik op opslaan en ik zal dan aan de voorkant van mijn website eens een blogartikel openen bijvoorbeeld deze uh, steden. En dan zie je hier de URL van mijn uh, artikel in deze categorie blog. Nou om nu de AMP variant te laden uh, typ ik achter mijn URL dit slash /amp en ik druk op enter. En dan zie je dat hier de ANP-variant geladen wordt van dit blogartikel. En je ziet dat deze website er nu een klein beetje anders uitziet. Deze ANP-variant er komt. Uh, ANP ondersteunt geen scripts, bijvoorbeeld geen JavaScript of dat soort dingen. Dus al die zaken worden eruit gestript. En wat je eigenlijk overhoudt is een hele kale HTML-variant van je blogpagina. Nou, je zou een aantal extra zaken erbij kunnen doen. En dat kun je doen via de tab metadata. Uh, je zou bijvoorbeeld een site-name kunnen opgeven. Nou, Bijvoorbeeld mijn stedentrip blog. Om eens iets te noemen: stedentrip blog. En ik klik op opslaan. Als ik nu de AMP-variant van mijn website opnieuw open, of van dit artikel, dan zie je dat die header hierboven getoond wordt: mijn stedentrip blog. Ik zou nog een header afbeelding kunnen gebruiken. En dan moet ik hier dus de URL, dus het adres, naar het plaatje invullen. En het plaatje wat je hier kunt gebruiken. Ja, daar zijn een aantal voorwaarden aan. Die moeten een bepaalde breedte of hoogte hebben. En in het geval van de headerafbeelding uh, is de regel dat de maximale breedte 479 pixels mag zijn. Uh, nou, ik ga nu verder geen headerafbeelding invullen, maar zal je hier dus een headerafbeelding uh, toevoegen, dan moet de maximale breedte van het plaatje dus 479 pixels zijn. Anders zal die niet worden getoond. Daaronder zie je de uitgeverinformatie en je kunt hier je uitgevernaam en je uitgever ID invullen. Nou, stel je voor dat uh, netspecialist.nl mijn uitgeversnaam is, uh, bij uitgever ID zou ik mijn Google Plus publisher ID kunnen invullen, dat doe ik even niet. Ik zou er ook nog een uitgever logo URL kunnen plaatsen, of niet alleen uh, zou ik dat kunnen doen, dat moet ik ook doen om uh, mijn website of mijn AMP variant van mijn pagina aan de standaard te laten voldoen. Uh, hiervoor moet ik dus een logo URL opgeven en ik heb een logo uh, in mijn website gezet en ik zal het pad naar het logo even invullen. En mijn logo-plaatje staat in de map Images van mijn website. En het heet netspecialist smallpng Nou, mijn logo-plaatje is uh, 60 pixels hoog. En dat is ook de maximale hoogte die het plaatje van een logo mag hebben. Uh, volgens de AMP-specificaties. Als je verder naar beneden gaat, uh, zie je hier nog de fallback-elements. Alleen die zijn alleen voor de volledige editie van deze plugin. Dus voor de betaalde plugin. Uh, maar je zou hier dus een, uh, een standaard plaatje kunnen gebruiken, welke gebruikt wordt bij al je artikelen. Of tenminste bij artikelen waarvoor geen plaatje geselecteerd is. En wat bedoel ik precies met een plaatje? Nou, als je naar mijn blogartikel kijkt, dus de AMP-variant, zie je hier het plaatje van een stad. En dit plaatje hoort bij dit artikel. En Accelerated Mobile Pages uh, zullen in Google voor mobiele gebruikers getoond worden als een soort carousel met plaatjes. En het plaatje dat erin getoond wordt, is dus het plaatje wat je aan je artikel gekoppeld hebt. Dus in dit geval mijn plaatje van deze stad met die bus. Maar het kan best zijn dat sommige van jouw artikelen geen plaatje gekoppeld hebben. Dan zou je dus in de betaalde variant van deze plugin een fallback plaatje kunnen gebruiken. Wat altijd gebruikt wordt als een artikel op je Joomla website geen plaatje heeft. Maar goed, ik heb dus wel aan mijn artikelen een plaatje toegevoegd. En ik kan je dat laten zien. Ik zal even teruggaan naar de voorkant van mijn website. Als je naar mijn blog gaat en ik zal mijn andere blogartikel even openen, dan zie je hier ook een plaatje van cirkels. En dit is het plaatje wat aan dit artikel gekoppeld is. En als ik naar de amp-variant van deze pagina ga, dus ik typ achter dit adres slash /amp, dan zie je dat het plaatje hier ook verschijnt. Dus zou dit blogartikel getoond worden bij de amp of de amp zoekresultaten? Dan zal in die carousel van de zoekresultaten dus dit plaatje getoond worden. Hoe zet je nou zo'n plaatje, of hoe koppel je nou zo'n plaatje aan je artikel? Nou, ik zal daarvoor even naar mijn artikelen toe gaan. Dus ik ga naar Inhoud, Artikelen. En ik zal bijvoorbeeld het artikel Steden even openen. En hier zie je dan dat artikel Steden. Nou, om in Joomla een afbeelding te koppelen of te associëren met een artikel, ga je naar de tab Afbeeldingen en Links. En je kunt al voor de introtekst. En de introtekst is eigenlijk hetgeen wat je bijvoorbeeld op een blogpagina ziet uh, voor de lees meer optie. En hier zie je dus uh, de voorkant van mijn blog. En je ziet dat uh, het gedeelte wat je hier ziet boven de lees meer optie, dat is eigenlijk het intro gedeelte. Nou, je kunt uh, voor dat deel dus een afbeelding koppelen. Maar je kunt ook een afbeelding koppelen voor het volledige artikel. En dat is waar het nu om gaat. Ik heb een afbeelding gekoppeld voor het uh, volledige artikel en, af, en die afbeelding heet steden.png en die afbeelding is dus voor mijn artikel steden, uh, het plaatje wat je hier ziet. Dus op die manier kun je in Joomla! aan artikelen afbeeldingen koppelen. Oké, okay, nu ik uh, dus A en P versies heb van mijn Joomla! artikelen wil ik uiteraard ook wel kijken of ze voldoen aan de daarvoor geldende standaarden. Want uiteraard heeft Google een aantal standaarden in het leven geroepen waarom A en P pagina's moeten voldoen. En een eerste test ga ik doen via de Structured Data Testing Tool van Google. Dus zoek in Google naar de Structured Data Testing Tool. En het eerste resultaat wat je vindt: hè, Structured Data Testing Tool voor Google Developers, dat is degene die je moet hebben. Met deze tool kun je dus testen of jouw uh, ANP-website voldoet aan de richtlijnen van Google ten aanzien van de, uh, wat daarvoor staat. Je kunt een URL ophalen, dus je zou een uh, URL. Hier kunnen plakken hè, van je website. En die zou je kunnen laten valideren. Alleen mijn website staat op Xam, dus op mijn PC en daar kan Google niet bij. Wat ik ook kan doen, ik kan de broncode van mijn AMP pagina hier plakken. Dus ik ga naar mijn AMP pagina toe. Ik rechtsklik. Ik klik op paginabron bekijken. Ik selecteer alle code. Ik restklik en ik klik op kopiëren. En ik ga dan terug naar de Structured Data Testing tool. En ik plak daar dan mijn HTML code en ik klik dan op valideren. En je ziet dat uh, het meeste in orde is, alleen bij nieuwsartikel zie je twee fouten. En je ziet dat het met het URL te maken heeft: van mijn logo en van mijn plaatje. Er komt, uh, de URL naar mijn plaatje is localhost en de URL naar mijn logo is ook localhost. En localhost ziet Google niet als een URL. Maar wanneer ik op nou deze link klik, en ik kom dan bij de. Uh, Regel in de HTML-code waar deze fout vandaan komt, dan zie je de localhost staan. Als ik nu achter localhost.nl zet en ik klik dan nogmaals op valideren, dan zie je dat er nog maar één fout is. Als ik op de tweede fout klik, dan moet ik daar ook achter localhost.nl neerzetten. Ik klik op valideren en dan zie je dat alles in orde is. Nou, normaal gesproken, als je op je live website. Uh, zou valideren, dan zou de URL gewoon kloppen. Uh, dit probleem zie je alleen met Localhost. En om het testen uh, goed te laten uh, slagen, moet je dus van Localhost in de HTML-code even hier localhost.nl maken. En dan zie je dat je ANP-pagina helemaal in orde is. En er is nog een tweede manier om te testen en dat kun je doen via uh, de Google Chrome-browser. En ik zal die browser even openen. En hier zie je mijn uh, Google Chrome-browser. En ik zal nu even de URL van mijn ANP-pagina. Plakken in Google Chrome. Dus ik kopieer die URL. Ik ga naar Google Chrome en ik plak daar de URL. En achter de URL zet ik hekje. Uh, development is 1. En ik druk op enter. En dan kom je eigenlijk in de ontwikkelmodus van deze pagina. Nou helemaal rechtsbovenin klik ik op dat uh, hamburgertje. Hè, die drie streepjes boven elkaar. En ik ga dan naar meer hulpprogramma's. En dan naar hulpprogramma's voor ontwikkelaars. En ik open daar de tab Console. En je ziet hier dat de AMP-validatie succesvol is verlopen. En dat betekent dus dat ik op een succesvolle manier uh, goede AMP-varianten van mijn blogartikelen heb aangemaakt. En dat zal er dus voor zorgen dat uh, mobiele gebruikers uh, mijn blogartikelen een stuk sneller zullen kunnen laden uh, via deze AMP-varianten. En dat zal uiteraard voor de SEO-score, dus de Zoekmachine Optimalisatiescore van mijn website, uh, een goede zaak zijn. Ik hoop dat je dit een nuttige en interessante video hebt gevonden. En ik kan me voorstellen dat de video een klein beetje uh, lastig is om zelf uit te voeren. Dus als je zelf ANP-pagina's gaat maken, uh, doe dat eerst op een testomgeving, dus op een kopie van je site, uh, zodat je zeker weet dat alles goed gaat, voordat je het echt op je live site doet. Maar als je ANP-pagina's uh, van je website-pagina's maakt, ja, dat betekent dus dat, uh, dat je extra aandacht en extra, meer of extra gebruikersgemak en een betere gebruikerservaring levert aan mobiele gebruikers. En dat zal door een zoekmachine als Google hooglijk gewaardeerd worden. En dat zal dus uh, ja, goed zijn voor je zoekmachine-optimalisatie.